Fernando Flores, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, we kennen jou inmiddels. Ik ben een aantal keer bij onze huishypnotiseur, zo min of meer. Je hebt een gast bij je? Ja, Patty. Ja? Ja, die komt naar een aantal trainings van mij. En ik weet dat zij heel snel onder hypnose gaat. Dus voor de ja, want de bedoeling is, ik leg het even uit, jij gaat haar onder hypnose brengen. En volgens mij is het dan de bedoeling dat zij mijn gedachten gaat lezen. Ja, iedereen heeft ooit eens een keer zoiets meegemaakt. Van, ik denk aan een persoon, die had de telefoon. En is toevallig dezelfde persoon. Misschien heb je dat zelf ook... Man permanent. Bijvoorbeeld. Ja. En we denken altijd, ja, dat is toeval. Maar onder hypnose kun je dat manipuleren. En dat is precies wat ik hier ga presenteren. Ik zou zeggen, begin. Zal ik even uit jullie... Ik heb het liever als je hier zit. Ja? Alsjeblieft. En, ja. Want het gaat om een gedachte van jou. En neem plaats alsjeblieft, Patty. Dus... ik ga je hypnotiseren. Je bent al ooit eens een keer onder hypnose geweest. Haal diep adem door je neus. En dan span je. Oké? Okay? En je hand hier. Druk naar beneden en kijk diep in mijn ogen. En druk hier zo hard mogelijk. En voel je ogen zwaarder worden. En slaap nu dieper en dieper en dieper. Prima. En ga steeds dieper en dieper. En in je gedachten, je staat in een lift op de 10e verdieping. En je gaat steeds dieper tot aan de 1e verdieping. En als je zo ver bent, dan ben je zo diep mogelijk. En alles is mogelijk vanaf dat moment. 10. 9. Haal diep adem en ga steeds dieper. 8. 7. 6. Dieper dan waar je was. 5. En hoe dieper je gaat, hoe beter dat is het gevoel van rust wordt. 5. 4. 3. 2. En in slaap zo diep mogelijk. Je zal merken dat je ogen zijn zo zwaar dat je ze niet meer open kan krijgen. En als je probeert je ogen te openen, dan merk je dat hoe harder je probeert, hoe harder ze blijven plakken. 1, 2, 3, probeer je ogen te openen. En voel ze plakken. Goed zo, ontspan je nu. Je gaat je voorhoofd aantikken, dan krijg je je ogen wel open. Ja? Goed zo. Sluit je ogen en slaap 2 keer zo diep als je was. En dieper. En nu kunnen we beginnen. Want iedere keer dat ik slaap zeg, ga je 2 keer zo diep meteen en je voel je rustig in je kleine paradijsje van je gedachten en rust. Maar Vivian, het is ook belangrijk dat je tot een bepaalde rust komt. Het is geen hypnose, maak je geen zorgen. Maar alsjeblieft, volg mijn instructie. Haal diep adem door je neus. Adem uit je mond. En word heel rustig. En er is een soort van connectie die hier gaat ontstaan. Nou, Vivian, volgens mij heb je een huisdier ooit gehad, mm-hmm. Hond of zoiets. Mm-hmm. Kan je aan zijn naam denken? Mm-hmm. En die naam kan ik zeker niet weten. Nee. Patty, je krijgt van mij nu een potlood en een notitieblok op je hand. Dit heet automatisch schrijven. Patty gaat proberen dat gedacht van jou te vangen. Geef me je linkerhand, Patty. Pak hier. Je rechterhand, pak het potloodje. En hier, in je gedachten, begin je van 300 langzaam tot aan 1 te tellen. Pak het papiertje zo voor jezelf. En maak je geen zorgen, je telt van 300 rustig tot aan 1. 300, 299, 298. Blijf zo tellen. En maak je geen zorgen, en je hand begint langzaam te bewegen. En Vivian, denk aan die ene naam wat je had, mm-hmm. En kijk altijd Patty hier. En je stuurt altijd je gedachten. Er is een bepaalde naam. Je ziet eigenlijk je hondje, mm-hmm. Voor je. Blijf haar hier kijken. En in je gedachten, je krijgt ook de naam. Mm-hmm. Stuur het naar haar toe. Blijf tellen, blijf tellen. Doe geen moeite, je hand begint vanzelf zich te bewegen. Maak je geen zorgen. Blijf geconcentreerd aan de naam. Het is alsof je dat doorstuurt. Op een gegeven moment krijg je. Laat je hand vanzelf bewegen. Maak je geen zorgen. Blijf hier altijd aan bij te kijken. Dieper. Houd het voor jezelf. Je doet het prima. Je hoeft zo geconcentreerd. En stop nu. Prima. Je gaat van 1 tot aan 3 tellen en dan word je langzaam wakker. Oké? Okay? Ik wil niet
ik heb het nog niet gezien en dit is automatisch schrijven. En dat doen mediums om met geesten te communiceren en zo. Maar als het goed is, hebben we een goede naam. Kan je alsjeblieft voor de duidelijkheid zeggen wat de naam probeerde je naar Patty toe te sturen? Moet ik de naam zeggen? Alsjeblieft. Hardop. Ja. Hardop de naam zeggen. Sprinter. Sprinter. Heb jij zoiets gekregen, Patty? Je mag nu wakker worden. En wat zou je denken als dezelfde naam hier stond als wat jij probeerde te communiceren tegen Patty? Heb je dat niet gekregen? Nou, ik weet het niet hoor, maar... Sprinter, het kan... Wat is... Nee, ja, het staat er wel. Het staat er wel. Het staat er echt. Zoals je zag, heeft ze dat een beetje onder hypnose gedaan. Het is echt niet normaal, maar het staat er echt. Ja, u moet echt inzoomen. Er staat echt... Ik word echt gek. En ik zweer het u op alles. Ik heb niks gezegd tegen jullie. We hebben dit niet voorgesproken. Onder sommige omstandigheden... Zo'n toeval kan je ook veroorzaken. Dat wou ik jullie laten zien. Goed gedaan. Jee, wat goed. Ja, ik voel me prima. Ja, ik ben er stil van. Super bedankt. We gaan hier van bij komen. Even snel een vraag, want ik zag jou van de week langskomen bij een promo SBS6. Jij gaat naar SBS6? Ja, dat klopt. Ze zijn met de audities voor de nieuwe Uri Geller mee bezig. En ik zeg van ja, ik doe ook een beetje mee. Dus ik ben met de audities mee bezig. De resultaten zijn nog niet bekend, maar... Hou je ons op de hoogte? Ik zal jullie vertellen... Hou ons op de hoogte. En we gaan met heel Limburg kijken als je een nieuwe Uri Geller bent. Ja, dat is het. En Toverland kom je volgens mij ook, hè? Ja, we zaten aan de tafel over mogelijkheden. Mogelijke shows bij Toverland. Maar dat horen jullie ook. We blijven je een beetje volgen. Prima. Ja, dit is... Ik moet er even van bij komen. Ik zou zeggen, we gaan met z'n allen even naar het nieuws en het kort. Tot zo.